Polen. Sinds ja, de boeren zijn weg in 1976, dat doet mee aan de verkiezing. Wat ik mij wel goed herinner is dat de eerste jaren van mijn politieke loopbaan drama jaren waren. Dat waren jaren dat de personen die op de gemeenteraad waren, niet discuteerden over het dossier, maar over de persoon zelf. En dat was meer ja, uitmaken en dergelijke. En de eerste paar jaar dacht ik, ja, dat is voor mij toch niet. Hier gaat niet lang in blijven. Gelukkig is die tendens dan beetje bij beetje verdwenen. En interesseerde in de politiek. Ik interesseerde mij in de politiek al jaren voordat ik in de gemeenteraad zat. Maar dat was voor mij een van de struikelblokken op die moment. Nu wel had gehoord toen ja daarin. Gelukkig is die tijd dan voorbij gegaan. Hè, wij hebben dan de volgende verkiezing nog meegemaakt. Opnieuw met de tekeningen. Ik dacht dat Proos er weer achter zat. En dan Marcel. Het was eigenlijk uitmaken. En dat was enorm frustrerend. Wat ik in de toekomst zal missen, dat is. En daar ben ik de bediende van de gemeente. We doen al die jaren dankbaar voor. Dat ik altijd inzage gekregen heb van alle losjes. Ik was ja, officier beter. Gelijk wie dat hier aanwezig is, kan dat wel getuigen. Weinig precies ontglipte mee. En de dossiers waar ik zeer geïnteresseerd was, waar ik goed van op dood, al zei hij dat zelf. Maar wat, ik hoop dat mijn zoon dat een beetje naar zich toe trekt. Want dat is een interessant gegeven. Als je de dossiers bekijkt, kunt u over veel meepraten. Want als je ja, niet ter inzage gaat van bepaalde dossiers, dan zitten we hier, ja. En voor wat zijn we bezig?